Hoi, wat leuk dat je luistert naar de podcast van de Jeugdbond. Dit is de serie over de jeugdwerkactie en vandaag ben ik in gesprek met Jaco Bons. Jaco, zou je kunnen vertellen wat jij precies doet bij de Jeugdbond? Ja, ik ben jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond. En ik geef trainingen aan leidinggevenden, aan catecheten. Ik zorg voor de tieners in de kerk, zeg maar. Tof. Ja. Leuk. Hey, en dit jaar is de jeugdwerkactie ook gericht op de Jeugdbond zelf. En daarin vinden we vooral het brengen van de Bijbel dicht bij de jongeren belangrijk. Ja. Waarom is de Bijbel nou eigenlijk zo belangrijk, of het lezen van de Bijbel, volgens jou? Ja, dat wordt heel vaak tegen jongeren natuurlijk gezegd. Lees vaak en veel in de Bijbel op vaste momenten, want dat is belangrijk. Maar ja, inderdaad, waarom is dat dan belangrijk? Ja, als allereerste is het de stem van de Heere. De Heere die spreekt door zijn woord tot ons. En hij heeft dus elke dag, als je elke dag in de Bijbel leest, iets tegen ons te zeggen. Ja. En wat ik heel erg bijzonder vind, is dat misschien klinkt het een beetje raar, maar een wat afstandelijke God, voor het gevoel, die komt zo dichtbij in de taal van mensen. Hè, gewoon in letters, in woorden, ja. In onze taal. Terwijl hij zo hoog is. Ja, precies. Ja. Dus hij komt op die manier tot ons. En ja, hij spreekt dus tot ons elke dag met woorden. Maar vooral maakt hij dan ook in de Bijbel de weg van de zaligheid bekend. Ja. En mooi was dat wij van de week hadden wij een Bijbelstudie waarin we het hadden over het woord wat zalig kan maken. Ja. Dat woord heeft dus kracht in zich. Om zalig te maken. Dat is uiteindelijk het ultieme doel, zeg maar, van het lezen in de Bijbel. Waarom het lezen in de Bijbel echt zo belangrijk is. Ja. Ja, wat je zegt, God spreekt en eigenlijk door het lezen luister je dan dus zelf, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wat je... Hij spreekt, maar als je de Bijbel dichtlaat, ja, dan hoor je niet wat hij zegt. Dus de Bijbel open is dan eigenlijk het luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Ja, en ik denk dat het dan ook ontzettend belangrijk is om lezen nooit los te koppelen van bidden. Nee. Dus je altijd biddend lezen van Samuel, die zei het natuurlijk, hè, spreek Heere, want uw knecht hoort. Ik denk dat dat ook de houding is van het Bijbellezen. Ik betrap mezelf er ook heel vaak op dat je even snel je Bijbel leest en weer dicht doet. En nou, hè, je hebt weer mooi een stukje Bijbel gelezen. Dat is met je plicht, hè? Ja. Van, ik moet dat tenminste doen. Ja. Dat kan natuurlijk dan. Ja. Ja. Terwijl dat je dan eigenlijk op zo'n moment onvoldoende beseft dat het de stem van de Heer is die... Ja. Een boodschap voor je heeft. En uiteindelijk dat woord zal nooit leeg terugkeren naar God, zeg maar. Dat is een mooie uitspraak. Het zal doen wat hem behaagt, wat hij wil dat er gebeurt met dat woord. Dat gebeurt ook natuurlijk. Ja. Daarom altijd bidden en lezen samenhouden. Ja. En verwachtend Bijbel lezen ook. Ja, want je zegt van... Ik zat toen je dat zei van, het woord keert nooit terug naar leeg terug. Andersom ook, als je natuurlijk met Gods geest en in gebed het woord leest, mag je ook geloven dat het je zal voeden. He, dat het andersom ook, dat je zelf er echt iets van kunt leren. En dat God ook echt iets tot je wil spreken als je de Bijbel leest. Ja. Dus dan mag je daar ook echt wel iets van verwachten als je in gebed en als God in zijn geest geeft dat Bijbel lezen ook echt vrucht voor jezelf geeft. Naar God toe keert het niet ledig terug, want God heeft dat doel, maar ook voor jezelf. Ja. Levert het je echt iets op. Je zorgt voor jezelf en voor je ziel eigenlijk, hè, door dat te doen. Ja. Ja, en daarom ook, hè, dat bidden en lezen, maar ook dat verwachtend lezen. Heere, spreek maar. Dat is uiteindelijk... Kijk, natuurlijk kan de Heer ook wel op andere manieren misschien spreken, maar uiteindelijk moet alles weer terug te vinden zijn in het woord. Dat is de stem van de Heere. En dat, Ja, en dat ergens denk ik dat heel veel jongeren, of als ik voor mezelf spreek, ook dat weet je. En je weet ook hoe groot de kracht van het woord is. En toch in de praktijk vinden we het met elkaar vaak ook best wel lastig, hè, om dat vol te houden en om niet toch in zo'n plicht, wat we net zo noemden, met elkaar te vervallen. Wat, heb jij een idee wat nou maakt dat soms zo is? Ja. Ja, ik denk dat er een aantal dingen meespelen die maken dat het lezen uit de Bijbel best lastig is. Ik vind het wel belangrijk om dat ook naar jongeren wel ook gewoon te erkennen. Bijbellezen is niet heel makkelijk. Ja.
Het vraagt best wel veel van je. Het vraagt een stukje studie. Mm-hmm. Het vraagt van je dat je ook geconcentreerd leest. Mm-hmm. Dus in die zin, als we met elkaar zeggen, je moet veel Bijbel lezen. Dat is belangrijk. Ja, dat is zo. Maar het is niet makkelijk. Mm-hmm. Dus dat zijn wel de dingen die naast elkaar blijven staan. Ja. En hoe komt dat dan? Ja, ik denk dat het onder andere te maken heeft. We hebben best verschillende Bijbelboeken. Als je een boek Spreuken hebt, dat zijn echt allemaal losse spreuken. Ja, moet je echt anders lezen dan Rut of dan Precies. een gelijkenis. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn echt wel andere dingen. Vroeger lazen wij aan tafel wel eens spreuken. Mijn vader hield heel erg van de spreuken en die ging gewoon spreuken lezen. En een hoofdstuk lang alleen maar spreuken. Oh, ja. Ja, wij als jongeren, als ik nu terugkijk, snapte daar niet heel veel van. Want het zijn eigenlijk meer quotes, ja, hè, die je dan een quote op je muur hangt en denkt, dat kan ik meenemen. Maar Dus dat is een heel ander boek inderdaad dan Rut of de geschiedenissen van David. Dus dat is echt wel anders. Het zijn ook soms echt lastige zinnen die erin staan. Kijk maar naar een Romeinenbrief bijvoorbeeld. Mm-hmm. Jurgen Bond is bezig met een podcast over Romeinen. Om die uit te leggen aan jongeren. Dat is best soms ingewikkelde taal. Soms ook zinsconstructies waarvan je denkt van soms zit er ook een hele oude soort van retoriek, zo'n opbouw in. Ik moet er altijd denken bij Paulus bijvoorbeeld, die dan zegt, wat dan? Nee, het is niet zo. Ja, weet je, echt, ja, precies. Ja, ja, ja. Hè, dat, en uiteindelijk denk ik dat een van de belangrijkste oorzaken waarom de Bijbel lezen ook lastig is, dat de boodschap van de Bijbel soms ook wat weerzin oproept. En heel anders is dan allerlei andere boodschappen die je krijgt, hè, door de dag heen ook. Ja. Dat is denk ik ook dat niet klein is. Hè? Wat we heel de dag op het nieuws horen of wat je op NOS leest. En daar worden natuurlijk hele andere ideeën over hoe de wereld zou moeten zijn of is. En ja, ik kan me zo voorstellen, je zit even door NOS te scrollen en je denkt, voor ik naar bed ga, lees ik nog in mijn Bijbel. En bij de NOS staat, hoe onrechtvaardig het is, bijvoorbeeld het Israël-conflict, ik noem maar wat. En vervolgens lees je in de Bijbel en dan denk je, maar hoe breng ik dit nou samen? Ja. Of hoe moet ik dat nou doen? En dan, dat geeft ook onrust. En als je, dat is niet altijd makkelijk. Ja. Als voorbeeld, wij lezen thuis nu stukjes uit Ezechiël. Mm-hmm. Ja, dat is hoofdstukken lang allemaal oordeelsaankondigingen. Mm-hmm. Soms in best wel heftige woorden. Dat je denkt van, hoe moet ik dit dan begrijpen? Mm-hmm. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Dus dat is ook natuurlijk een stukje weerzin. Ja. En uiteindelijk ook wel een stukje de teksten als dat valt me altijd wel een beetje op. Van teksten worden soms gedeeld via social media. En heel vaak zijn het ook hele mooie teksten, hè, waar je heel veel troost uit kan halen. Maar teksten als bijvoorbeeld vervloekt is en iegelijk, die niet blijft in het boek de wet, die lees je dan niet zo heel erg snel. Dat zijn natuurlijk teksten waar we misschien liever wat verder vandaan blijven. Ja. Dus dat is wel een stukje, weerzin is misschien, ik denk wel dat het weerzin is. Ja, dat staat toch ook in de Bijbel, dat kan. Hè? Het is niet altijd strelend of fijn om te lezen. En dus ook soms pittige kost, zeg maar, om even tussendoor te doen. En dat gebeurde natuurlijk ook precies bij de boodschap van de Heer Jezus. Ja. He, als hij dan de boodschap die hij moet brengen van zijn vader neer gaat leggen bij de fariseeën, bij de schriftgeleerden, mm-hmm. Dan verdwijnen ineens heel veel mensen. En houdt hij van die paar duizend die bij de wonderbare spijzering aanwezig zijn, houdt hij uiteindelijk zijn 12 discipelen nog over. En dan zegt hij uiteindelijk tegen die 12 van, joh, willen jullie ook niet weggaan? Zij blijven, want Petrus zegt dan, waar zullen we heen gaan? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Precies. En dat zit ik nu ook te denken. Ik had het even over die boodschappen die je dan heel dag krijgt en hoe dat dan soms niet matcht en onrust geeft. Maar ook juist zo'n tegengif is natuurlijk zo belangrijk. En tegengif is ook niet altijd fijn. Hè? Als je door een hond gebeten wordt en je moet een prik, dat is natuurlijk hartstikke rot. Alleen dat tegengif is wel echt noodzakelijk. Want je krijgt zoveel boodschap, ook tieners via de media, de hele dag door.
Dus juist even, maar het is natuurlijk minder flitsend. Dus je moet echt even ervoor gaan zitten, veel rust nemen en dat tegengif tot je nemen. Ja. Wat niet altijd makkelijk is, maar wel zonder dat tegengif van het Bijbel lezen kom je, ja, dan weet je ook dat je mee zal gevoerd worden waarschijnlijk door al die andere En dat is juist, ook het mooie, hè? Dat je ook in de gemeente, en Dirk-Jan zal daar nog wel op ingaan in een andere podcast, maar dat je juist ook in de gemeente met elkaar dan Bijbel kan en mag lezen. Dat je elkaar daarin kan steunen. Ja, want wat zou jij nou zeggen wat dan helpt? Want we zeggen dus het is superbelangrijk en het is soms ook gewoon in de praktijk niet altijd makkelijk. Nee. Wat zou je nou zeggen wat nou kan helpen voor jongeren? Nou ja, hoe ze dat zichzelf kunnen... Ja, ik vind het zelf heel, heel lastig, want er is niet één middel, zeg maar, die wat helpt. Mm-hmm. Van nou, als je dit doet, dan gaat het goed. Ik denk ook dat iedereen het net anders doet. Er zijn mensen die, of jongeren, die dat fijn vinden om gewoon voor hun bed of op hun bed de Bijbel te pakken. Misschien wel een blaadje erbij te pakken, aantekeningen te maken. Mm-hmm. Nou ja, dat is prima natuurlijk, hè? Dat je echt gewoon... op die manier ermee bezig bent. Iemand anders vindt het juist heel erg fijn om er meer met anderen over te praten. En op die manier over het woord van de Heer na te denken. Ja. Kijk, wat ik vooral wil meegeven is, maak het niet te groot. Oké. Wat mij betreft, het gaat niet om hoofdstukken lang, zeg maar, mm-hmm. die je moet gaan lezen. Maar soms kan je ook gewoon zomaar een paar versen pakken en die lezen. Mm-hmm. En gewoon zomaar een aantal vragen aan zo'n tekst stellen. Van wat staat er nu echt? Ja. Lees ik het nu goed dat dit en dit er staat? Dus voor jezelf echt, dan ben je echt gericht op de tekst. En ik weet wel, als we in de Statenvertaling lezen, zijn dat niet altijd even makkelijke teksten. Hè? Mm-hmm. Pak er ook de Bijbel met uitleg of kanttekeningen. Of soms ook even gewoon een andere vertaling naast. Van hey, hoe zeggen die dat dan? Dus dat je even wat meer begrip krijgt erbij. Ja. Dus ik merk heel vaak dat ik wel denk dat ik weet wat er staat. Ja, ja. Maar als je dan echt goed gaat lezen, ja, maar dat staat er helemaal niet. Er staat iets heel anders. Ja, of dat je het linkt aan wat in de context of zo, dat je dan weer heel anders kan begrijpen wat het betekent. Ja. Ja. En dat vraagt wel gewoon de energie en de tijd soms. En soms, wat je zegt ook, maak het niet te groot. Het kan ook natuurlijk op verschillende momenten verschillende vormen hebben. Ja, ja. Ja. Precies. En soms helpt het ook gewoon om één tekst te pakken en daar gewoon eens even alleen al over, een soort van mediteren, gewoon eens over nadenken. Wat wordt er nu eigenlijk bedoeld? Ja. Wat staat er nu eigenlijk? Ik vind het zelf leuk om bijvoorbeeld zo'n één tekst bijvoorbeeld, of leuk, om dan creatief dat op te schrijven met handlettering en dan denk ik er ook over na van wat heeft het me dan te zeggen en dan ben je dan best even mee bezig, maar dan is zo'n tekst waar ik dan aan het tekenen ben ook een soort, daar denk ik dan ondertussen over na. Dat is dan iets wat, maar dat kan ik ook van schudden, maar wat ik zelf dan fijn vind om te doen soms. Ja, nou ja, goed, als je het op een creatieve manier wil verwerken, dat is natuurlijk ook een mooie manier. Maar daar heb je ook niet altijd evenveel tijd voor natuurlijk. Ik neem aan dat je niet elke avond gaat zitten handletteren. Nee. Dus dat, maar het is dus heel belangrijk om te vragen aan de wat staat er, maar aan de andere kant ook een soort van spiegelvragen te stellen. Van wat betekent dit nu eigenlijk? En vooral ook uiteindelijk van wat betekent dit voor mij? Wat leer ik hier nu van en wat zou ik anders moeten doen? Wat zegt de Heer nu eigenlijk tegen mij? Ja. Oké, dus als je dan zo, wat jij zegt net van, je kan dan ook gewoon wat korter stukje nemen waar je wat langer over nadenkt. Maar wat zou je dan kunnen doen als je dan zo'n kortere tekst hebt? Hoe? Ja, vooral die vragen stellen aan de tekst. Teruggaan naar dat wat er staat. Echt kijken, lezen wat er staat. Als het gaat om... heel vaak denk je te weten wat er staat. Maar staat er net iets anders? Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar ook een soort van spiegelvragen stellen. Gewoon, maar wat betekent dit dan eigenlijk? En wat ik ook altijd een hele mooie vraag vind is... ik heb dat wel eens gedaan met jongeren als het gaat over... dat ging over de geschiedenis van de storm op zee. Dat de Heer Jezus in het schip ligt te slapen. En dan discipelen die zijn helemaal in nood. Die zijn bang. Mm-hmm. Die zijn radeloos eigenlijk.
dat je uiteindelijk de vraag ook stelt van, en hoe zouden die discipelen zich nu eigenlijk gevoeld hebben? En hoe zou jij je gevoeld hebben op het moment dat jij op zo'n schip had gezeten? Dan, dat helpt ook om die verhalen, zeg maar, ook een soort van tot leven te brengen. Dat je je verplaatst in de persoon over wie het gaat. Ja, ja. Dus echt spiegelen. En ik vind het altijd wel mooi dat jongeren dan ook op een gegeven moment gaan ontdekken dat die mensen in de Bijbel, dat het ook een soort van mensen van vlees en bloed zijn, zeg maar. Hè? Dat het geen hele bijzondere mensen waren, maar dat het gewone mensen waren. Precies. Met hun eigen emoties, met hun eigenschappen, karakters. Ja. En dus dat zijn eigenlijk van die spiegelvragen, van vragen naar de betekenis en naar het stukje gevoel. Ook, maar ook gewoon uiteindelijk de toepassing van, hey, en wat zegt dit nou eigenlijk voor mij? Mm-hmm. Wat betekent dit nou eigenlijk voor mij? Wat zou ik anders moeten doen? Of wat wil de Heer vandaag tegen mij zeggen? Of wat wil hij mij leren? En dan kom je eigenlijk ook wel weer terug op wat we net hebben gezegd. Soms wil de Heer je iets leren. Er wordt wel eens gezegd in de kerk, wilt u een bemoedigende zegen, een vertroostende zegen of een bestraffende zegen geven. Soms word je dus ook door het woord gewoon bestraft. Ja. Maar misschien moeten we dat ook wel anders. Misschien wel accepteren. Dat klinkt misschien heel menselijk, maar wel van vandaag wordt dit tegen mij gezegd. Het is misschien niet zo'n hele leuke boodschap. Nee. Maar en dan het woord ook wel weer bij de Heer terugbrengen. Dus dat is uiteindelijk ook belangrijk. Ja. Ja, dus dan komen we terug bij van, daarom is het belangrijk dat God spreekt tot jou en jou iets te zeggen heeft. En blijf die Bijbel openen, ook al is het moeilijk, want ook daarin kan het juist een zegen zijn. Ja. Ja. En dat vind ik juist nu ook zo belangrijk om ook leidinggevende, opvoeders, ambtsdragers ook mee te geven om jongeren te helpen om de Bijbel te lezen. Want we kwamen er net al op, hè, de Bijbel is niet heel eenvoudig. Het is nu eenvoudig geschreven, in een andere cultuur geschreven, et cetera, et cetera. Dus onze jongeren hebben ook gewoon hulp nodig om die Bijbel te lezen. Ja. Het mooie is dat de Jeugdbond organiseert van die trainingen ook rondom Bijbellezen. Mm-hmm. Nou, die worden door veel mensen ook bezocht en ook goed gewaardeerd. Ja. Dus dat is mooi dat we daar ook mee door kunnen gaan. En daarnaast de podcast die wij dagelijks uitzenden. Ja. Helpt daar eigenlijk ook mee. Ik hoor ook jongeren die ook zeggen, ik luister elke dag onderweg naar mijn werk of naar mijn school, wat dan ook. Luister ik zo'n podcast om dan ook gewoon even bezig te zijn met het woord. Met het woord, ja. Zelfs wat we van een ouder terugkregen, die zei van, nou, mijn jongen die las nooit meer in de Bijbel, maar luistert nu elke dag jullie podcast. Dus hij is toch weer op de een of andere manier Bijbel gaan lezen. Dus dat is wel heel mooi om dat terug te horen. Ja. Ja, dan zie je ook weer hoe belangrijk het is dat we daar mee bezig blijven. Ja, mooi. Dankjewel Jacco voor je tijd en voor je toelichting. Graag gedaan.